Go to the start. Femke Beuling, ben je tevreden met je 500 meter? Wel tevreden als ik het grotere plaatje bekijk en zie dat ik echt veel beter schaats dan weken geleden. Alleen, uiteindelijk doe je hier wel mee om je in ieder geval bij de beste 5 te rijden en te plaatsen voor de World Cups. En dat lukt me lang niet, dus dat is wel balen. Red. Had je wel gedacht dan dat het er nu wel weer in zou zitten? Nou, ik wist dat het steeds beter ging. Dus ik stond wel echt aan de start met het doel. Ja, ik ging daar wel echt voor. En ik wist dat ik dan daarvoor beter moest rijden dan ik had gedaan. Maar ja, ik had er wel vertrouwen in. Beuling meldde zich eind vorige maand nog af voor het NK Sprint. De Emmeloordse was toen niet fit genoeg om te kunnen rijden. Ze zat in een vormcrisis. Ze heeft het de afgelopen tijd rustig aangedaan om sterker terug te keren. Ja, veel gefietst, maar vooral heel langzaam, heel rustig getraind in lage zones, lage hartslagzones. Om weer een beetje terug te gaan naar de basis en in de breedte weer fitter te worden. En vanuit daaruit weer meer snelheid opdoen. En dat pakte best wel goed uit en ik voelde me steeds beter worden. En dat is eigenlijk ook wel terug te zien, alleen nog niet met de stappen die ik eigenlijk het liefst had willen zien. Ben jij bezig met tijden of ben je bezig met je weer lekker te voelen? Nou, dat laatste is ook wel belangrijk en dat ging de afgelopen weken goed. En ik zat beter in mijn vel en ik had in ieder geval de stijgende lijn weer te pakken. En daardoor voel je wel een stuk beter en groeit dat vertrouwen weer. Dat is ook wel heel belangrijk en dat zat echt wel goed. Alleen, je hoopt dan toch nog op meer. Hoe doe je dat om vertrouwen terug te winnen? Nou ja, doordat het dus steeds wat beter ging in training en me steeds wat beter ging voelen, haalde ik daar wel vertrouwen uit. En trainingen gingen steeds beter, trainingswedstrijden ook, dus daar haalde ik weer wat vertrouwen uit. En dit was ook weer een stuk beter, alleen ik wil nog sneller. Ja, nog niet goed genoeg, want je valt buiten de top 10 sowieso, niet bij de eerste 5, niet bij de eerste 3, noem maar op. Wat nu? Wat moet je nu? Ja, hoe het seizoen er verder uit gaat zien, weet ik nog niet. Of de Holland Cups doorgaan in 2021. Dat hoop ik natuurlijk wel. Dan kan ik nationaal toch weer wat wedstrijden rijden. En anders zou het maar zo kunnen zijn dat dit de laatste wedstrijd van het seizoen is geweest. Dat weet ik niet. Ik zie allemaal persberichten voorbij komen van je team dat iedereen contracten verlengt. Hoe zit jij? Ik heb daar nog niks over gehoord en mijn contract loopt dit seizoen af. Dus dat is iets waar we in de loop van dit verdere seizoen vast over gaan hebben. Ja, vrees je daarvoor? Ik weet dat ik beter kan en ik denk dat mijn trainers dat ook wel zien. Maar dit is mijn tweede seizoen bij ICO. En zowel de trainers als ik hadden daarvan wel meer gehoopt en verwacht. Alleen ik heb het wel heel erg naar mijn zin hier. Dus ik hoop eigenlijk niet dat dit het laatste seizoen is. Heb jij volgend jaar nog ICO op je shirt staan? Ik hoop het wel.